voetbaltrip naar Buenos Aires is misschien wel de ultieme wens van elke staandribune liefhebber. Joris van der Wier, Jeroen Heink en Robert Breukers hebben besloten om hun droom te volgen. En vanuit Buenos Aires houden zij ons dagelijks op de hoogte. Carlos Sánchez, 36 minuten de penal, River 1, Boca 0, Sánchez lo hizo. Hola Robert, hola Jeroen. Hola dames. Hola amigos. Voordat we beginnen, wil ik even een schouwspel met jullie bespreken. Ik zit hier nu achter een tafeltje. Jullie zitten aan de overkant in het appartement. En ik zie jullie heel druk bezig. We zeiden eigenlijk net van, zullen we de podcast gaan opnemen? Maar toen zei één iemand, oh nee, de was. De was moet er nog uit, anders kreukelt het. Ja, en we wilden wel goed geswanjeerd bijlopen. Dus je moet geen gekreukte was hebben, want we hebben hier geen strijkijzer. Nee, kijk eens hier naast je. Hier, strijkplank. Strijkijzer ligt daar. Dus weg excuses. Nee, maar het is gewoon zo, wij regelen alles. Jij loopt steeds als een schoothondje achter ons aan. Maar wij kunnen dus representatief overkomen. Ik dacht dat je Chevy ging zeggen. Nee, maar dat vind ik een mooi schouwspel. Ik zie hier gewoon mensen dingen doen die we volgens mij thuis bijna nooit doen. Nee, zoals jij dat jij poep stond op te vegen. dat is wekelijks bij ons. Ja. Die kon je al. Goed, genoeg huishoudelijke taken. Robert, je bent weer terug. Ja, van heerlijk. Montevideo. Ja, de oplichter van Montevideo. Ja, maar laten we nog even één dagje teruggaan. Want toen wij met z'n drieën naar Joris, de Kazak en ik bij Los Andes waren... Ben jij, want je was er nog niet geweest, naar Vélez Sarsfield geweest? Vélez. Vertel. Nee, dat klopt. Wij waren bij de Excursionistas. En daar was David Allen ook, een gast die weer bevriend is met mensen die ik ken vanuit Woking. Dus het Ground Up Wereld is een klein kliekje, blijkt alweer. Ja. Dus met hem ben ik naar Vélez gegaan. Was ook uitsupporters aanwezig vanuit Ecuador, dat is een heel vak. Ja. Ik had eigenlijk vooraf weinig weinig verwachtingen bij. Weinig verwachtingen bij, want het was Copa Sudamericana, dus je weet ook uiteindelijk niet wat er op de tribunes komt. Hè, want vooraf zelf een beetje het idee dat het wat minder zou zijn. Ja, precies. PSV in de Europa League is af en toe ook maar afwachten wat er op de tribunes zit. Maar die David Allen was er ook al een keer geweest, dezelfde wedstrijd als jullie. En die zei dat het veel drukker was, dus er is af en toe ook geen pijl te trekken hoe vol de stadions zitten. Dus het was een hele mooie vink. Zat in mijn, op dit moment nog in mijn top 3. Zal ook wel uitgeknikkerd gaan worden, maar... Waar zat hem dat in? Sowieso de sfeer om het stadion heen. Dus het is gewoon een grote club, hè. Ja. Daar zag je daar wel voor terug. De sfeer in het stadion met uitsporters krijg je dus ook... Ja, het was de eerste wedstrijd met uitsporters die ik dus hier gezien heb. Dus het ging ook tegen elkaar op. Wij zaten aan de korte zijde tegenover de Barras Bravas, dus we hadden daar uitzicht op. Maar naast ons zaten de Ecuadorianen en die trommelden er ook lustig op los. Ja. Dus het bokste tegen elkaar op en dat versterkt natuurlijk alleen maar de sfeer in het stadion. En vooral dat, misschien lag het daar ook aan dat er uitsupporters bij waren, dat een extra dimensie aan de wedstrijd gaf. Want kaartjes, hoe zat dat? Wij zijn met de competitie geweest. Wij konden gewoon naar het stadion halen voor 500 pesos, 600 pesos. Nog geen tientje, zeg maar. Ja, speciaal voor Marco Magiels hierbij het antwoord. De kaartjes die kon je niet aan het stadion halen deze keer. Okay. Want dat was het van tevoren wel verteld. Maar alle poortjes, alle tickethokjes waren dicht. Dus je moet een half uur van het stadion aflopen. Langs, ook want het is een Omnimo Sportvereniging, eerst langs atletiekvereniging, toen langs hockeyvelden waar de dames over trainen waren. Er was geen straf om er langs te lopen. En toen uiteindelijk kwamen we voorbij een parkeerplaats van de club en daar nog een keer verder, helemaal, het was bij de snelweg bijna, daar konden we onze tickets halen. Ook weer 500 pithos, minder dan een tientje. En dan kon je eigenlijk zitten of staan waar je wilde. En dat had te maken met dat het een Europese wedstrijd zeg maar, dat klopt natuurlijk niet, maar voor de Sud-Americana was. Ja, voor de veiligheid. Veiligheidsoverweging inderdaad, ja. Okay, nee, en dat er heel veel dagjes mensen afkwamen. Zagen in het stadion nog heel veel families. En dan wil ik zeggen, dus drie generaties, vader, zoon en opa erbij. Ja.
Dus er was heel veel losse kaarten gekomen. Dus ik denk dat er anders rondom het stadion gewoon hele lange wachtrijen zouden komen te staan. En die wilden ze eigenlijk gewoon van het stadion af hebben. En dat wist je van tevoren al? Nee, nee, dat was okay. Echt een verrassing. Er kwamen ook weer de twee Schotten tegen die het liedje van Joris drink Pepsi alleen. Die dat verzonnen hebben, die kwamen daar ook weer tegen. Yeah. Maar die waren ook pas 10 minuten voor de wedstrijd, dus toen moesten ze nog helemaal heen en weer naar de ticketbox om überhaupt een ticket te krijgen. Yeah. Dus het was voor ons een verrassing, maar ja, wij waren ruimschoots op tijd omdat we van echt een culiaatje afkwamen. Dus ja, we hadden de tijd. Welk team was dat? Echt een culiaatje. Joris, dat kan beter. Echt Christianistas. Echt Christianistas. Inclusief speeksel. Juist. We kwamen trouwens toen we bij die ticketbox waren, we wilden snel een biertje en dan moet je ver van het stadion vandaan doen hier, hè, zoveel blokken weg. Ja. Er zat een restaurantje en dat was Chirola Rodriguez. Die had daar een restaurant, kwam toevallig bij uit. En die ging helemaal vol met shirtjes van Barcelona, van Manchester United. Echt match-worn shirts van Emerson van United, mm-hmm. Messi shirtje. De beste man die heeft jeugd bij, volgens mij bij Bilev heeft hij getraind. Maar ook assistent trainer geweest bij Shanghai Shenhua. Die is Chirola Rodriguez. Ja, precies. En hij stond met Messi, stond hij tientallen keer op de foto, handtekeningetjes erbij. Ja. Het was echt een man met een voetbalachtergrond, dus dat was wel een mooi tentje. Hij kende ook alle grote spelers, ja, natuurlijk ken ik ze nog niet, maar grote spelers hier in Argentinië. Zo was je ook heel trots dat hij overal shirtjes van had hangen. Ja. Maar die had in ieder geval nu een restaurant en daar hebben we een heerlijke choripan. Choripan. Joris, hoe schrijf je het? Choripan. Die hebben we daar in ieder geval gegeten. En dat was ook weer een lekker ontmaagding. Vragen jullie dit Spaans wilt het om iemand kapot te maken? Nee, ik vind gewoon dat je dat heel goed kan. Ja, wij spreken allemaal wel redelijk goed Spaans, valt me op. Ja, ik vind dat de tip met de chili con carne heeft ons enorm geholpen. Ja, ja. Ik ben één keer mis gegaan, toen bestelde ik een Amerikaanse con carne. Ja, ja. Maar verder ja. Was niet lekker. Nee, ik werd gecorrigeerd door de lieftallige dame. En wat vond je van het stadion? Van, ja, die ene tribune die ook alle foto's natuurlijk vooraf al bekeken op lijst 4. Daarvoor kom je eigenlijk, die reikt tot aan de hemel, een beetje met Stella-achtig. Ja. Dus daar hadden we uitzicht op, dat zag er heel gaaf uit. De Barras Brabas, die hebben denk ik daar, tenminste bij mij blijven die liedjes het beste hangen. Eentje is van, tenminste ik zing nu al 3 dagen een liedje over Helmondsport. Yadi 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 yay. Oh oh oh, dat is het liedje van... De Kattenmeppers. Van de Kattenmeppers. Helmondsport, wij gaan alles over. Oh, Kattenmeppers? Is dat niet Rosario Central? Nee, dat is Etens. Etens, maar het is een beetje, is één pot nat, hè? Eén pot kat, oh sorry. Eén pot kat, maar dus die hebben en nog een ander liedje van ze. Ik ga het niet eens proberen om te zingen, want het lijkt helemaal nergens. Maar die zitten dus heel erg in je hoofd. Dus die hebben heel erg melodieuze nummertjes die blijven hangen. Sowieso wel dat alles een beetje in je kop blijft hangen als je het stadion bent geweest. Ja, inderdaad. Ook een liedje over Van de Graafschap. Die mag ik van jullie niet meer zingen. Nee, dat hoeft niet. Dat. En we werden eerst zelf trouwens in een vak gestopt. Ja, daar stonden veel te veel mensen, het was bloedheet. Ja, want bij ons was die, wij stonden toen bij de achter de goal, maar de overkant was dicht. Maar die was nu, voor de Copa Sudamericana, was die opengezet. Ja, en packed to the raft, dat was helemaal vol. En één vakje daarnaast moest leeg blijven van de stewards. Maar ja, het was niet natuurlijk dat het ging regenen, zo drukkend benauwd werd het. En die Engelsman David, die ging ook bijna van zijn eigen af. Ja. Maar de tweede helft gooide ze dat vak toch open. En ja, je zag het ook gewoon helemaal volstromen, dat het gewoon echt te druk was in een ander vak. Ja. Dus de tweede helft hebben we dat vak gezeten, dat vak. En daar hebben we de wedstrijd uitgekeken. Het was overigens weer een 1-0 wedstrijd. Ik heb er nu 4 op rij 1-0 gehad. En bij die goal dan was de ontlading nog mooier. Dus, ja. Dus dan weten we eigenlijk ook al wat vanavond gaat worden. Wat ja, als jullie geld hebben, trouwens te laat, jullie horen het morgen pas. Maar ik zou voor onze komende wedstrijd 1-0 gaan zetten. En na de tijd, ben je nog een oude vrouw in een mooie pyjama tegengekomen die wij inmiddels kennen? Of vooral Joris, denk ik? Nee, die zijn we helaas niet tegengekomen. Niet? Maar ik denk dat Joris, zij zit ook op zijn telefoon, dus misschien is hij een beetje aan het appen met zijn... Ja, want zijn Spaans is wel vanuit gegaan. Ja. En de taal der liefde spreekt natuurlijk iedereen, daar hoef je geen Spaans voor te kunnen. Joris, heb je nog toevoeging hierop? Ik geen commentaar?
De winkelbos. Onze standaard ligt tegenwoordig zo laag dat we eigenlijk niets meer uitmaken. Je merkt niet eens meer eroverheen staan. Nee. En de dag erop ging jij naar Montevideo, daar komen we zo nog wel even op terug, samen met de Kazak. Ja, het was een kort nachtje weer, dus we zijn uit Newell's Old Boys teruggekomen met 3,5 uur slaap. Die nacht is ook weer 3,5 uur slaap, dus het was het grote lijden was weer ingezet. Ja, maar volgens mij ben je nu wel een beetje bijgeslapen. Ja, ik ben weer druk, dus het is een goed teken. Hebben jullie wel last van, hè? Vooral van die föhn. Ja, de föhn. Moeten we daar nog iets over de föhn? Ik heb het nog nooit gezien, een man met een föhn. Sorry. Nee, maar, ik kan niet. Misschien ben ik heel even op inhaken, want dan heb je weer het probleem. De mannen komen nooit de A1 af. Maar een man en een föhn is in Schotland blijkbaar onbekend. En is ook in Deventer onbekend. Ik ken één man met een föhn en dat is Wilfred Gené. Maar voor de rest heb ik nog nooit een man met een föhn. Ja, ik heb ook televisie-aspiratie. Dus dat kan goed kloppen. Oké, nou, wie weet is dit een opening als Wilfred een keer ziek is of zo? De föhn. Wie weet. Ja. Wij hebben gisteren een dagje geen voetbal gezien, maar wel voetbal beleefd, denk ik. Ja. We hadden afgesproken met de al vaker genoemde Remy Leeman. Ja. We wilden een podcast opnemen. Ja. Dat gebeurde eigenlijk pas 12 uur later, geloof ik. Maar, ja, dat is mooi op tijd. Ja. Nou ja, we hadden de hele dag met tassen rondgelopen. Het was gisteren de warmste dag van het jaar, geloof ik. Dat zeiden de Argentijnen ook. Die waren flink aan het lijden. Ja. Maar we hadden met hem afgesproken. Hij stelde voor bij de bar El Banderin. Ja, heel gaaf. Want die naam betekent ook iets met vaandel of zo. Ja. Dus, en alles, die hele zaak ging ook vol met vaantjes. Ik had ook heel oude exemplaren. Er ging bijvoorbeeld eentje van 1973, Ajax Juventus, die finale. En we zagen ook een Feyenoord-fijntje hangen. Eigenlijk had Heerenveen, gek genoeg. Ja. Dus, maar ook voornamelijk Argentijnse club. Ja. Dus echt een aanrader om dat te zijn. Het ademt weer voetbal, zoals zoveel barretjes, restaurants hier. Ja, daar hebben we even gezeten. Ja, die hebben ook van mooie oude foto's nog eens over. Volgens mij ook van Maradona. Veel passerella. Het was wel een beetje een hipstercafeetje aan het worden, volgens mij. Ja, die buurt verandert. Ja. Het ligt net naast Palermo, dat heet Almagro. En die buurt begint steeds meer hipster te worden. Het was inderdaad, er stond ook iets van, dat was een bijeenkomst van transfeministen. Het is net of je hier naakt zit, sorry. Maar er zit een stoel voor. Maar ik hoop dat je wat aan hebt. En dan van jou leuk. Nee, ik schrik daarvan. Sorry, want ik heb hier een man met een föhn en dan zie ik ineens een naakte man in mijn kamer. Een naakte kazak komt. Ja, ik vind het een beetje eng worden hier. Maar goed, vaantjes. Ja, nee. Bijeenkomst, hipster. Oh ja, hipster. Bijeenkomst van transfeministen. Wist jij wat een transfeminist is? Nee. Ik moet al heel erg nadenken over een feminist. Dus als er dan ook nog trans voor staat, dan haak ik af. Ja, ik had inderdaad hetzelfde probleem. Ik wist niet wat het was. Je hebt opgezocht. Maar we zagen op een gegeven moment al die vrouwen met Sinéad O'Connor kapsel binnenkomen. Ja, passief-agressieve tatoeages. Ja, ik denk dat de transfeministen waren. Oké. Okay. Ja. Ik heb er één gezien, maar je hebt er meerdere gezien dus. Ja, later kwam daar nog één bij. Een wat stevigere. Oké. Okay. Nee. En buiten zat nog een derde. Oké. Okay. Nee, sorry. Ik heb er niet opgelet. Nee, ik had heel veel andere vaantjes van clubs uit de regio. En dus ik zat de transfeministen niet gezien. Nee, sorry. Ik had andere dingen. Maar ben je het weer vergeten? Nee. Ik weet dat er eentje was. Maar is een transfeminist dan iemand met een passief-agressieve tatoeage en een raar kapseltje? Of wat is het nu? Dat is wat je suggereert. Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, okay. Dus, de transfeministen lijken in ieder geval wel op elkaar. Dus mensen die op elkaar lijken zijn transfeministen. Dus, ja. Dus Frank en Ronald de Boer zijn ook transfeministen. Want die lijken ook op elkaar. Ja, maar hebben die kort, kort haar? Ja, ja. Nee, Ronald de Boer heeft haartransplantatie. Ja, maar wel kort haar. Ja, maar niet zo kort als die transfeministen die we zagen. Want dat is Sinéad O'Connor kapsel. Oké. Okay. Hoe heet die trouwens? Gebroeders Coronel. Zijn dat dan transfeministen? Die hebben al kort haar. Ze hebben kort haar. Ze lijken op Sinéad O'Connor als je heel goed nakijkt. Een beetje ze lijken niet op Sinéad Als je heel snel langs kijkt. Hebben ze passief-agressieve tatoeages? Ja, misschien op plekken die wij niet kunnen zien met een motorpak aan. Nee. Die tellen ook niet meer. Nee? Misschien Sinéad O'Connor zelf. Waar lijkt zij dan op? Lijkt ze op zichzelf? Of op de zus, die dan ook het zo eruit ziet?
Ja, kun je een ander voorbeeld geven? Ik vind het een lastige... We gaan het opzoeken. Okay. En anders mogen luisteraars opsturen wat het is. Want wij zijn natuurlijk boeren, vooral Jeroen. Ja, eens. Die zaten net over weer te schransen te kalen. Oh, varkens zijn er niks. Echt niet normaal. En het ergste was, daar gingen ze aas op ons eten. Ze zaten continu te kijken en we hadden allebei nog zo'n dingetje over. Lust je dat koekje niet? En het koekje was... Lust je koekje niet? Het was al weg. We hadden een droge boterham over, weg. Alles verdween gewoon. Ze zeggen ook, vele varkens maken de spoeling dun. Nou, je hebt er maar 2 uit Deventer nodig en het is gewoon al. Maar er is er maar 1 keer die de spoeling echt dun heeft. Dat is Joris. Nou, je hebt ook een flink last van diarree. Ik heb er nog in gestaan. Het was echt te veel geer en gooi. Terug naar Elbanderie. Varkens. Waar zijn we naar 11 van 3 naar toe gegaan? Ja, ik wou nog even over die vaantjes, want jij had gehoord dat er een nakvaantje zou hangen. Ja, maar dat heeft Remy eigenlijk kant gesteld. We laten iemand helemaal buiten beschouwing door alle feministen gedoe. Transfeministen. Ja, sorry, Sander. Oh ja, ja. Daar kwam nog een 4e persoon bij. Ook een Nederlander die... wat ben je nou aan het doen? En dan Nederlander dit is allemaal geknipt, hoop ik. Dus een collega van Remy, in ieder geval van het reisbureau. Ja, die hier 7 jaar woont. Ja. Heeft ook eens voor Staatsgebieden wat geschreven over Atlanta, de Joodse club. Ja, want daar zijn we later nog met hun geweest, maar dat komt zo meteen wel even, denk ik. Ik kom terug. Hij doet fietstoeren hier. En die is wel gevestigd in de stad. En dat zijn ze sowieso allebei wel, valt me op. Hè? Want we zijn daarna nog met ze naar Atlanta. We hebben nog echt wat gedronken met ze daarna, pizzeria geweest. Helemaal, totaal... geïntegreerd, zeg maar, spreken vloeiend Spaans, kennen ook mensen hier. Ja, ja, zie je, integreren is niet zo lastig. Nee. Daar heb je het wel moeilijk over. Ja, jij woont pas 37 jaar in Nederland. Dus hallo, 39. Oh, 39 zelf. Je hebt niet goed geluisterd. Ja, oh nee, 2 maanden. Jij werd na 2 maanden. Niet dat zit er nog steeds in. Nee, die was er ook bij inderdaad. En hebben we eigenlijk een beetje mee lopen praten over Argentinië, Argentijns voetbal en... Maar toen gingen we eigenlijk, nadat we de dingetjes hadden gegeten en gedronken, dat vaantjesbarretje, zijn we naar eigenlijk iets heel tofs geweest, waar we eigenlijk in het begin hadden, dat hebben we ooit in de podcast besproken, maar is er uitgeknipt omdat de kwaliteit te slecht was. In San Telmo heb je in Marktal, heb je een aantal tentjes waar je oude shirtjes zou kunnen scoren als je geluk hebt. Nou, dat viel, ik weet nog wel, 4 jaar geleden vond ik dat een heel mooi tentje, 1 tentje vond ik. Oh, jij bent er eerder geweest? Nee. Maar heb ik van. Maar die was er niet meer. Die plek, daar stond nu een of andere tapasseria of iets dergelijks. Stond daar. Maar er waren nu 3. Maar het viel eigenlijk een beetje tegen. Ja, dat vond ik ook. Het was ook vaak waar de sponsors eraf waren. Het waren ook niet echt meer mooie shirts. Nee. Op een aantal na, maar nee, dat was een tegenval. En toen kregen we een tip van Remy. Dat heette Camisetas Nani. Oftewel shirtjes van Nani of zo. Dat waarschijnlijk zijn. Ja. Misschien is Nani ook wel iets, dat geen idee. Maar daar zijn we toen daarna in geweest. Dat ligt in op zijn Nederlands Villa Crespo. Maar dat klinkt een beetje Efteling-achtig. Hoe spreek je dat in Spaans uit? Villa Crespo. Ja, dat is een wijk naast Palermo? Palermo, ja. Dat is die wijk die wat aan het verhipsteren is. Van oorsprong de Joodse wijk. Ja, en of sla ik nu Atlanta over? Nee. Eerst gaan we naar het winkeltje. En dat was eigenlijk een winkeltje wat eigenlijk, het beeld wat ik toen 4 jaar geleden had van toen, met shirts, wat betreft shirts, hè, want die gast heeft nog wel, in San Telmo heeft nog wel leuke kleine prelaria wat te koop is. Dat was eigenlijk een opvolger hiervan voor mij. Want dat was een winkeltje, hoeveel vierkante meter zou het geweest zijn? 100? Ja, ik ben er niet goed in. Nee, nou, 2 keer 10 zou je. Nou, misschien wat nog groter. Ja. Met alleen maar voetbalshirts waarvan 80%, misschien wel 90% uit Argentinië kwam. Ja. Van de grote clubs, als in de top 5, Boca, River, tot zelfs. Ik heb nu de tik dat ik van elke club waar ik nu geweest ben en nog geen shirtje heb, wil ik een shirtje hebben. We hebben natuurlijk wat kleinere goden bezocht. Maar die shirtjes hingen er ook gewoon. Weliswaar niet in grote aantallen als de rest. Maar er was 1,5 shirts. Noem de clubs eens op. El Porvenir, Beres de Tigui. Wij zagen, we hadden nog niet Platense, dat soort jongens. Ja, die heb ik gehaald, ja. Maar dat hingen allemaal wat drie. Ook die club die excursies doen? Hoe heet die club? Excursionistes? Ja. Die moeten we nog roggen, die was er niet bij. Maar wij zijn elkaar denk ik allebei even een uur kwijt geweest in die 100 vierkante meter.
Ja, we gingen alle rekken door. We zijn allebei even op de wc. En Sam en Remy stonden daar een beetje van... Te vegeteren, ja. Schiet eens op. Wat waren ze nodig voor het Spaans natuurlijk? Om te vragen hoeveel die shirts waren. Ja, want er hing nergens een prijs aan. Dus nee, maar dus, goed. Maar er hingen ook shirts van bijvoorbeeld van, jij hebt dat shirt gekocht Robert, bij Nieuws Hot Boys van Jan. De Club van de Stad. Ja. De Club van de Stad met Maradona. Maar die hing daar ook, die kon je dus ook kopen. Maar ik denk overigens dat het niet eens te kopen, want jij had een paar shirts gekozen. Ja, ik had een estudianten shirt met handtekening. Ik dacht, dat is toch de leukste club die we tot nu toe hebben bezocht. En die was niet te koop. Ik had nog een mooie van Rassing. Mijn zwak heb ik daarvoor voor die club. Ja. Dat is ook niet te koop. Ja. Dus waarschijnlijk een dure smaak. En er hing gewoon heel veel moois. Zo die oude van Boca met Fiat. Ja. Boca heeft nu een nieuw uitshirt. Ja. En dat is ook gebaseerd op iets uit de jaren 80. Die hing daar. Maar dan moet je echt... Ja, wij hopen natuurlijk al, die Argentijnen die weten niet wat die shirts waard zijn. Maar hadden zij shirts, je hebt er even €1000 daar gezien, hè? Ja, ik heb er 4 meegenomen volgens mij. Inderdaad, eentje van Rassing en een jubileum shirt. Ik dacht van, nou, die was ook nog wel prijs. Maar die viel mee, ja. 2000, prijs, ja. Dat is nog geen €20. Oei, daar ga je een keer de mist in. Geen €30. Geen €30. Nou. Dus is iets meer dan €10, had ik eigenlijk beter kunnen zeggen. Binnenste teken weer eentje, maar de rest was allemaal 1000 volgens mij. Ja, van die kleine clubs zijn allemaal 1000. Dus ik was voor 4 shirts volgens mij iets meer dan €70 kwijt. Ik denk, nou weet je, dat is dan wel een keer te doen. Independiente en El Porvenir. Ja. En er hingen allemaal veel mooie dingen en alles had verschillende prijzen en hun waarde. Maar ze wisten het volgens mij wel aardig goed op waarde in te schatten. Ja. Ik zag wel op hun site, ze hebben een Instagram account. Ja, dat klopt. Extreem. Ja, zag een heel oud River Plate shirt van die ging over de €2000 of zo. Dus ze weten wel wat dat waard is. Ja, het zijn echt de shirts uit de jaren 80. Waar toen inderdaad Enzo Francescolini heeft gespeeld of de tijd van Maradona. Ja. Ja, die hangen daar gewoon. Dus, er hing ook nog een Ipswich variant van EK88 van Nederland. Ja. Die had ik het idee. Dat die niet helemaal juist was. Nee, dat was iets. Maar je had één heel klein rekje bij de kassa. Daar wilde je wel heel graag aan zitten, maar dan had je eigenlijk, die kan ik toch niet betalen. Maar daar hing die wel tussen. Nee. Maar er hingen allemaal van dat soort oude exemplaren. Ja, sommige hadden ze ook in plastic gelaten. Dat waren de echt dure. Ja. En daardoor hing ook een van Cameroen uit 82. Oh, dus, die heb ik niet eens gezien, inderdaad. Nee, die is, en inderdaad Fiorentina met San Montana. En echt die normaal bij. Classic voetbal shirts over de €300-400 gaan, die hingen daar ook. Ja. Dat is echt, ook al ben je alleen een liefhebber, we hebben zelf geen dure shirts gekocht, alleen meer lagere divisies. Ja. Maar het is ook gewoon leuk om naar te kijken. Ja. Maar het is wel te veel. Je kreeg bijna niet verwerkt. Nee, als je kijken en je hebt inderdaad, ik heb 2 man bij die daar, die een beetje, het is niet alsof opjoegen, maar het is een beetje van ja, je wilt toch een beetje wat haast maken. Ja. Het is eigenlijk zo wel een uur geweest. Ja. En tijdens de tip volgens mij om contant geld mee te nemen, terwijl je ook nog wat problemen mee. Het is aan te raden om het daar cash af te tikken, want als je met een creditkaart zou doen, zou er per shirt een x bedrag overheen komen. In mijn geval was dat €500 per shirt. Dat heeft te maken met commissie, bankkosten en dat soort ongein allemaal. En ook omdat natuurlijk die koers of de munt natuurlijk zo instabiel als de pest is. Dus wij hebben een contant afgetikt. Dus mocht je erheen gaan, dan zou dat aan te raden zijn, tenzij het je niet uitmaakt. Nee. Ik had het ook liever met de kaart betaald, omdat we nu... Ja, we hebben een cashflow-probleem. We hebben iets te veel uitgegeven tot nu toe. Ik moet nog de komende 7 dagen doen met €87. Nou, op zich zou dat moeten kunnen. Dus vandaar dat ik ook vanochtend bij jullie zat te schoffelen om eten. Ik denk, nou weet je, dan hoef ik morgen misschien wat minder. Ja, gooi de volgende keer in de trog, dan kun je het daar aan pakken. Ja. Hey, maar niet alleen, zijn er ook allerlei andere kleine dingetjes. Hè. Ik zag, we gaan er nog wel een keer heen volgens mij. Ook dat boek met al die shirts. Ja, dat is ook mooi. Met alle Argentijnse. En die zal ook wel, ik weet niet eens of die te koop is. Nee, ze hadden vandaar maar 1 exemplaar. Ja. Het zal een aantal, daar lagen er meer van. Maar dit was mee de hele geschiedenis van Argentijnse shirts. Van bepaalde, van de meeste clubs zelfs. Ja. Ik zou ook zelfs kleine clubs erbij zitten. Dat is heel mooi. Je zag inderdaad, ik zou wel zo'n Copa Libertadores mee willen nemen, maar die breekt gewoon af als ik die meeneem in het vliegtuig. Dat is, was van glas dan, of waar is die van gemaakt? Nee, ik denk dat Joris gewoon ontzettend lomp is. Ja, ik zou hem op zich wel mee willen nemen. Jij zei hetzelfde, dat je hem niet mee durft te nemen, dus geef daar ineens een andere mee. Heel raar.
Heel raar dit allemaal. Dit is Rosario Central. Even mijn neus ergens uithalen. Ja, die stroffen is. En goed, we hebben even ons geld uitgegeven. Kregen er wat leuke kleinigheidjes mee. Een kleine Copa Libertadores. Alleen je moest aangeven voor welk clubje je was. En volgens mij had Racing hadden ze er geen een van in ieder geval. Nee, dat is gek, want Racing heeft er wel gewonnen. Ja, maar misschien zijn ze heel populair. In 67 en die hadden ze niet. Dus ja. Ik kreeg er geen. Ik kreeg alleen een mok van Racing. Ook leuk. Ja. Hij had gezegd dat hij voor San Lorenzo was. Ja. Ik kreeg een mok. En dat dingetje wat zij hebben in 2014 gewonnen. Ja. Gelukkig heb ik er wel eentje, maar dat zijn echt kleine sleutelhangers. Die breken niet af. Ik heb die van Remy gehad en die had er alleen van Rieber. Dus ja. Zolang het geen Boca is, ben ik eigenlijk wel tevreden. Dus, En het allermooiste was nog, we hebben allemaal een shirt van El Porvenir ertussen zitten. We werden enorm gedist. Ze konden de lach niet inhouden. Want ze gingen elk shirt even waarderen, zeg maar, wat het kostte. En dan konden we zo uitkiezen of we hem wel of niet wilden. En bij El Porvenir hadden ze ook gewoon geen prijs. En ze begonnen heel keihard te lachen. Maar we hebben s'avonds, alvast vooruitlopend, zaten wij met Remy en Thomas van Argentinos Juniors te eten. En toen Argentinos degradeerde, zongen ze heel vaak tegen tegenstanders. Of als ze ergens waren. Ja. Zelfs El Porvenir heeft meer fans dan jullie. Ja. Dus El Porvenir is een beetje het lachertje. Een beetje wat je vroeger had van, we hadden succes tegen Heracles en dat soort dingen. En was volgens mij een Helmond Sport, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. En dat is nu, El Porvenir is hier een beetje het lachertje. Dus we hebben weer iets ontdekt op Argentijns voetbalcultuurgebied. Ja. In eentje, je gaf net aan Jeroen dat je shirts kocht van alle clubs die je gezien had. Ja. Maar bij El Porvenir heb je er alleen maar zitten zuipen. Ik heb de eerste 5 minuten gezien, de laatste 3. Dat is een soort Oost-Duitse vink dan. Tel je hem als vink? 100%. Oh. Als er iets beweegt bij mij, dan tel ik iets. Ja. Helder, Daarna gingen we met de jongens, Sander, die gingen we even mee. We gingen even echt wat drinken. Jij had, we zijn nog even naar Atlanta. Ja, maar dat lag in de helaas. Ja, dat ligt in Beachje Crespo. En we zijn nog even kapot gegaan in de metro trouwens. Godverdomme. Want het was zo ontzettend druk en warm. Ja, dat is echt niet te doen. Nee, dus echt de taxi is echt de beste optie in de stad. De metro was inderdaad, gisteren was echt te warm. Ja. Overigens kost een metro dingetje, je kunt, wat ik wel grappig vond is dat je met, wij hadden uiteraard niet zo'n, hoe heet dat ding, Super. Kun je kaart kopen, kun je opwaarderen en dan kun je daarmee op. Maar je kunt met meerdere mensen op één kaart, dus ik voel het een beetje fraude gevoel, misschien is het niet zo. Maar we konden dus bij Remy op, omdat we zo'n ding uiteraard niet hadden, want laat onze simkaart regelen, lukt het ook al niet. Maar dat kost een 25 pesos cent of zo, wat was het? Nee, volgens mij was het omgerekend 25 euro. Oh, kwartje. Oh, ja. Kwartje per hit. Ja. Dus ongeachtend. Ja, het is echt spotgoedkoop. Maar daarom ging ook iedereen erin. Het was echt zo druk daar. Ja, nadeel alleen is, gisteren was het natuurlijk ook nogmaals de warmste dag van het jaar. Is dat je van station naar station moet lopen met een taxi krijgen of een A naar B waar je toe wilt. Ja, en die zijn ook bijna van niks. Nee, zeker niet. Als je met meerdere mensen bent, dan is dat, voor 1, 2 euro ben je ook een heel eind. Ja. Toen zijn we naar de Atlanta. Want wat is dat voor club? Want daar weet jij meer van, denk ik, Joris. Ja, dat is eigenlijk wat ik net zei. Het ligt Beachje Crespo, is de Joodse wijk. En deze club is de van oorsprong de Joodse club. Het stadion heeft ook een echt zo'n cliché Pools-Joodse naam. Want die werden altijd achterna gezeten in pogroms en zo. Dus die dachten, wat hebben we hier wel gezien in Europa? We gaan naar Argentinië, het land waar je op nul kunt starten. En die club is opgericht eigenlijk om de Joden te integreren in de maatschappij. Dus daar leerden ze Spaans, daar leerden ze met andere Argentijnen omgaan. En zo zijn die eigenlijk onderdeel geworden van de samenleving. En daar heeft die club een heel grote rol in gespeeld. Ja. Dus je ziet ook als je, wij zijn niet binnen geweest helaas. Maar van foto's die ik van Remy heb gezien op al die stoeltjes, daar zie je inderdaad Goldstein, Libovic, echt van die echte Joodse namen van de seizoenkaarthouders. En we zagen het alleen van de buitenkant, maar het zag al heel veelbelovend uit. Het lijkt me echt een geweldig stadion van binnen. Helaas speelt de club niet thuis als wij er zijn, maar nog een goede reden om een keer terug te gaan. Ja, of misschien toch een keer, want als je er in de ochtend heen ging, had je misschien een keer kans om te sneaken. Ja, ik heb nu een bericht gehad van iemand die daar contact heeft. Die zegt, we gaan proberen om jullie daar binnen te krijgen. Okay, cool. Dus dat is wel mooi. Want daarna, ik denk dat er geen groter contrast is wat we tot nu toe hebben gezien dan is dan bij Atlanta. Want wat was ernaast gebouwd? Ja, iets van die verschrikkelijke movie star. Ja, van waarom is die verschrikkelijk ook alweer? Ja, dat is die telefoonprovider. Oh, ja. wat gewoon niet is gelukt, we hebben nog steeds geen simkaart. Dus, nee, ho, dat zeg je niet goed.
Maar die simkaarts hebben we wel. We hebben vier simkaarten. En ja. Nog vier van Claro. Ja, alleen we hebben nog steeds geen internet of telefoons. Dus ja, maar dat maakt niks uit. We zijn nu helemaal klaar mee. Maar die, hebben een heel lelijke, die zijn een heel lelijke concerthal aan het bouwen. Echt pal naast de stadion. Ja, er zit bijna geen ruimte tussen. Het is echt... Ja, een goede deal van Atlanta, ja. Om die grond te verkopen. Dat kunnen Joden dan wel. Ja, ik wilde niet maken. Nee, maar daar zijn ze helemaal bekend om, ja, toch? Nee. Ja. Zo wordt het ook gezegd. Van, het is een goede deal. En het is niet toevallig dat zij deze deal hebben gedaan. Want de Argentijnen zelf die sluiten alleen maar heel snel. dat hebben ze goed gedaan. De clubs staan ook bovenaan in de tweede divisie. Dus die zouden zomaar in dat... Krakken met je stadion, Fontia, Boca, River en dat zou wel gaaf zijn. Ja, dat is gaaf. Het zag er echt toch uit, ook een leuke buurt. Ja. Wat ik zag, overal hadden ze die muurschildering en zo. Het is een aangename wijk, wat ik heb gezien. Ja. En wat Sander die woont er en Remy heeft er gewoond. En die waren ook allebei vol lof over. En natuurlijk dat de wijk wel wat verandert nu, omdat ook die arena daar staat. En dat je door de week wel, als er een concert is... Dat het wat drukker in de lokale pubjes of kroegjes kan zijn. Ja. Maar het zag er ook heel gezellig uit. En ook waar wij op een gegeven moment het gedronken hadden, dat was allemaal prima. Ja. Wat ik wel grappig vond was, Sander was op de fiets. En we gingen in een kroegje zitten. En het eerste dat we naar binnen liepen, zei hij van, zoek even een plekje uit. Zodat ik mijn fiets in de gaten kan houden. Ja, dat kan ik in Nederland niet. Ik heb wel een fiets, maar ik ben er niet zoveel mee aan de slag. Maar daar kan ik me eigenlijk bijna helemaal niks bij voorstellen. Dat je gewoon je fiets in de gaten houdt, als wordt die gat. Ja. Ja, vroeger in Amsterdam was dat stond ook wel bekend om, hè, dat die fietsen werden gejat. Je weet al waar je nou komt, dan moet je de A1 afrijden. Daar kom ik in Enschede uit, toch? Okay. Ja, de andere kant. Hè? Nee, dus, maar dat gaf wel een beetje aan van wat ze zelf natuurlijk ook een beetje hadden, het verschil tussen arm en rijk. En dat mensen eigenlijk, dat alle kleinste dingen zelfs van je huis afgestolen konden worden en dat soort zaken. Ja, we hoorden inderdaad het verhaal over die deurbellen, dat ze zelfs een soort tralies om deurbellen doen, want mensen slopen die eraf om te verkopen. En ook op tweede, derde verdiepingen, daar zijn nog tralies voor de ramen en de deur, omdat mensen gewoon in die bomen klimmen om zo naar binnen te gaan of iets te jatten. Het is gewoon, jij hebt hier best een grote groep die gewoon niks heeft. Dus vaak is het, je hebt niks te verliezen, dus dan ga je gewoon... dan doe je alles om maar te overleven natuurlijk. Ja. Na Atlanta waren we uitgenodigd, of hadden we eigenlijk afgesproken met Remy en Thomas. Voor de mensen die Thomas niet kennen, bijvoorbeeld Robert. Ik was even net aan het drinken, dus je had... Goeie timing. Goed. Die heeft ons toen bij Argentinos Juniors rondgeleid overal, dus contact mee gehouden. En hij zei, als je die keer mee wil... pizza eten, dan moet je maar laten weten. Dus laten we misschien twee keer zeggen. Ja, want ze zijn gek van pizza's hier. Remy was ook helemaal gek van pizza's. Ja, daar zijn ze heel erg fan van. Dus dit was schijnbaar een heel goede, want Frank Sinatra heeft goed gegeten. En volgens Frank Sinatra was dit de beste pizzeria waar hij ooit was geweest. Ja. Dat was natuurlijk als een Italo-American, is dat natuurlijk wel een kenner. Ja. Zal het een maffia zijn dan, hè? Dat heb ik niet gezegd. Ik wil de familie Sinatra niet achter me aan hebben. Nee, dit is wel een claim. Ik weet er ook niks van. Nee. Wie ben jij? Ga maar langs Breukie als je wil. Maar ik heb natuurlijk uiteraard nog steeds darmproblemen. Ja. Dus ze flikken hier overal zoveel kaas op. Ja. Maar deze pizzeria die heeft de pizza zonder kaas uitgevonden. Ja. Die stonden vroeger bij stadions. Ik geloof dat ze zijn begonnen bij Hoevenkamp. Ja. En omdat kaas een luxe product was, maakten zij gewoon deeg met lekkere tomatensaus. Yeah. En dat is hun claim to fame. Dus ik dacht, die ga ik dan nemen. Mijn verwachtingen waren eerlijk gezegd niet zo hoog. Want ik dacht, pizza zonder kaas, dat zal wel droge toelie zijn. Maar hij bleek heel lekker te zijn. Het was met een beetje pesto en kruidenachtig iets en tomatensaus. Het was heel, heel goede tomatensaus, dus die was goed te doen. Delen jullie de mening van onze Frank Sinatra? Was het de beste pizzeria waar je ooit geweest bent? Nee, dat niet. Ik heb denk ik wel andere pizza's gehad die ik ook super lekker. Ik ben iets meer van een andere bodem. Ja. Letterlijk en figuurlijk. Maar ik vind het dunnere bodem iets lekker. Maar dit was zeker heel goed te eten. Ja. En we hadden eigenlijk we hebben met jou rekening gehad. Wat je hier veel ziet is dat men de pizza deelt. En dus we bestellen een pizza met 8 stukken en die deel je dan met je tafel. We hadden er nu 2, eentje zonder kaas. Met die tomaten. Dat was echt wel lekker. En het tweede was iets met uien, ham, kaas. En daaronder zat een aparte bodem. En die bodem was van
van kikkererwten. Kikkererwten. Ja. Dus we hebben eigenlijk dus, deugdpunten. Ja. Vegan boys. Ja. Ja. Dus dan haal je eigenlijk die bodem die, van, er was eigenlijk een aparte bodem van kikkererwten gemaakt, ja. Een rond ding. Die haal je eraf, dan leg je dan je echte pizza op. Wat eigenlijk een hele dunne bodem, dat eet je dan samen. Het was voor mij een nieuwe constructie, ja. Ik vond het heel erg lekker. Het was apart, hè? Ik vond het ook lekker. Ik heb hem toen onder mijn kaasloze pizza gelegd. En ja, dat smaakte ook los opgegeten. Ja. Dat is apart, ja, dat kennen wij helemaal niet. En volgens mij, ik heb je nu nog niet zo vaak naar de pot zien gaan. Nee, het lijkt wat te werken. Dus normaal ontbijt. Kikkererwten. Ja, kikkererwten en ja. Geen kaas meer. Dus, en een normaal ontbijt. Ja. Eigenlijk heel normaal. Ja. Maar hier zitten we natuurlijk zo onregelmatig. We hebben pas net, het is nu, hoe laat is het nu? 4 uur of zo? Ja, zoiets. Ja, pas net echt ontbeten. We zitten in een soort twilight zone. We zitten in een andere tijdzone en weer in een andere tijdzone, zeg maar, zoiets. Ja, we leven gewoon verschillend. Het is hier het appartement waar we nu zitten. Ik vond het, qua slapen is het afzien. Als je de ventilator te hard aanzet, kun je niet slapen van het geluid. Als je het te laag zet, dan is het te heet. En als je tussenin zit, hoor je het tik, 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 tik. En zo 100 uur lang. Ja, en toch maak je hier een stuk minder druk dan toen we hier aankwamen. Ik stond gisteren in de supermarkt. Er was 1 kassa open. Er stonden zeker 8-9 mensen voor me. En in Nederland zou ik helemaal over klinken gaan. Het boeit me ook. Ja, want dan krijg je gratis boodschappen namelijk. Het boeit me op een gegeven moment ook niks meer. Want ja, je kunt je ergens druk maken als je wil zo hoog en zo laag springen. Maar ja... Maakt allemaal niks uit. Niemand geeft er iets om, dus waarom ben je dan nog wel? Nou ja, wij hebben in ieder geval een mooi dagje gehad gisteren. Die we dan afsloten inderdaad met de podcast van Remy, die later nog een keer online komt. Dat TZT. Ja, op zich denk ik onze meest inhoudelijke podcast. 100%, want daar komen met name tips in van wat wel en niet leuk is in Buenos Aires, zowel voetbal als niet voetbal gerelateerd. Ja, dus die omdat wij die laatste vraag eigenlijk gewoon niet kunnen beantwoorden. Nee. Daarvoor hebben we het gewoon... te druk gehad. Ja. We zijn continu bezig met wassen en stront scheppen. Dus dat is eigenlijk niet normaal. We hadden gewoon een werkster mee moeten nemen ofzo. Die dacht er ook mee. Ja. De kazak. Ja. Was die nou? Maar die ligt met de vegeteer. Wat een lende. Ja, ik neem iemand mee en die is heel goed te schoonmaken. Ja. Oké, dan is het goed. Dat is onhandig met de vier, maar het is goed. En dan gaat hij mee en dan gebeurt het niet. Het is een misselijke klotensteek van je. En dan zit hij naakt in de kamer. Ja. De Unwinkable. Hey, hoe was jouw dag gisteren, Robert? Want jij kwam uit Montevideo. Ik geef even de microfoon terug. Jij bent met de kazak naar Montevideo geweest. Ja, het waren 2 lange dagen. Dus ik dacht ook inderdaad, Montevideo mooi opgeruimd, hè, want de kazak ermee. Nee, ik had van vroeger uit, heb ik eigenlijk 3 landen op mijn lijst staan. Ik was vroeger helemaal gek van vlaggen van landen. Ja. De mooiste vond ik van Kazachstan, de kazak. Ja. Uruguay en Libië. Dus ik moest naar Uruguay. Die helemaal groene. Maar heb ik ook aan mijn pa ooit gevraagd toen ik een jaar of 8 had. Ik zei, pap, zullen we een keer naar Libië op vakantie gaan? Dan vond hij geen goed idee. Het reisadvies was wat minder, denk ik. Ja, precies. Het was een rode vlag. Ja, leuk. Moet je mij denken? Nee. Ja, nee, okay, die rode vlag, die heb je nu ook nog wel eens, toch? Of niet? Maar die ging gisteren bij jou. Godverdomme, ja. Ja, alleen dat, daar heb ik nu minder last van. Dus Janneke, maak je geen zorgen meer. Ik ben niet aan het doodbloeden. Het is nou echt geen record aan het worden. Dit gaat niet meer over Uruguay. Jij was altijd over een Libische vlag. Ja, goed. 3 vlaggen waren het. Kazachstan ben ik ooit geweest. Ja. En Uruguay, ja, die moest dus ook gevinkt worden. Ze zijn gisteren met de bus, Bukebus. Ja, want ik heb wel wat vragen gekregen van mensen, hoe werkt dat precies? Want je hebt verschillende opties, hè? Ja, die kant op te gaan. De Bukebus of de Buskebus, ik weet niet precies hoe je het kan, het Engels Spaans proberen, de Wegkebus. Mm-hmm. Dan kun je vanuit de haven van Buenos Aires kun je naar Montevideo. Je kunt vanuit de haven van Buenos Aires naar een andere stad. Ja, Colonia. Die tocht is wat korter, maar dan moet je nog een stuk met de bus. Ja, ik heb ook op Twitter gelezen van een paar mensen die dat hebben gedaan. Die zijn zo ziek als een hond aangekomen aan de andere kant. Dat is een ander type boot. Ja, die gaat 70 per uur, klapt die over de water heen. Dat is een katamaran-achtig iets, denk ik. Ja, die ging in ieder geval snoeihard. Mm. En die moesten daarna ook nog 5 uur met de bus. En je hebt natuurlijk de route die over het land gaat. Dus dan rij je helemaal om de Rio de la Plata. Dus de rivier van het zilver, de zilveren rivier heen.
En dan moet je dus helemaal met de bus. Nou, wij gingen in ieder geval voor de snelste en meest comfortabele optie. Ja. En de duurste uiteindelijk? Uiteindelijk wel het duurste, ja. Maar goed, als je onderweg bent, dan is het zo hol zijn. Ja, collateral damage. Ons werd verteld, ruim 2 uur voor aanvang aanwezig zijn. Want je gaat de landsgrens over, je bent buiten aan het zee. Nou, we kwamen eraan, de lampen waren nog niet aan. We wisten niet of de deur überhaupt open. Die ging wel open, maar er was er geen balie op. De lampen waren uit. Er zaten denk ik 8 mensen binnen. En nou, we hebben eerst een uur gezeten tot überhaupt een check open ging. Ja. Daarna gingen we naar de douane en dat was ook nog dicht. Daar hebben we een kwartier gestaan. Dus als je naar Montevideo wilt, een uur van tevoren is ruim voldoende. Maar jullie hadden wel misschien even als kleine kanting de allereerste boot heen. Ja, op z'n vroeg. Misschien dat daar ook nog een kleine... Ja. Het was inderdaad vrij rustig, op de boot zelf ook. Ik ben gaan zitten, ik ben meteen in slaap gevallen. Want hoe lang doet hij erover? Drie uur. Binnen 3 uur sta je zeg maar op het land. Dus okay. Zeg maar 2 uur en 3 kwartier ben je ongeveer onderweg. Het is wel een hele luxe. Vergeleken met Alitalia lijkt het wel alsof je naar de hemel reist. Oh. Je hebt ongeveer beenruimte, een meter beenruimte. Alitalia? Nee, ik ben niet anti, maar ja, het kan wel beter. Het zijn beter puntjes. Dus jij hebt alle ruimte in ieder geval daar aan boord. Je hebt in verschillende klassen, toerisme, economie, eten, drinken, alles. Nee, ja, dat kun je kopen. Maar ja, wat ik zei, ik ben aan het blok in slaap gevallen en ik werd door de Kazach gewekt toen we aan land waren. Ja. Ook daar was het snikheet, dus ook dat was wel leidend. Het was bloedheet. Vanaf eigen momentje uit de boot stapte, ik ben ook verbrand op mijn armen, op mijn benen. Terwijl we niet eens overdreven veel in de stad gelopen hebben. Nee. Het was ook vrij rustig in de stad. Ik denk dat het met weer te maken heeft, want in de latere uurtjes was het wel meteen volle bak. Dus ook kinderen die om 10 uur nog in speeltuin aan het spelen waren en dat soort zaken. Dus ja, wat dat betreft, overdag is er niet heel veel te doen. Het was vrij rustig, ook een beetje verpauperde voor de stad. Dus we dachten in het begin... Tenminste, als je Google Maps mag geloven, de foto en de plaatje, dat het een vrij rijke stad is. Maar we hebben ook heel veel shabby buurtjes, veel armoede. Het is misschien rijk geweest in het verleden. Ja, 100 jaar geleden, daar moet het echt een hemel, een paradijs geweest zijn. Maar het was een vrij shabby buurt. Wel opvallend hoe duur het was. Dus zeg maar, de prijzen waren hetzelfde als hier. Alleen je krijgt voor 40 Uruguayaanse pesos voor 1 euro, terwijl je er 80 ongeveer krijgt voor 1 Argentijnse. Ja, voor Argentijnse pesos. Van Remy, dus de man waar jullie mee op pad zijn, heeft wat tips gehad. Onder andere het stadion van Rampla Juniors. Die heeft de mooiste backdrop, dus dan kijk je uit op de haven, op de port van Montevideo. Dat was wel heel gaaf. Er stond een hond, die stond te bewaken dat Jordi langs kwam. Nee, niet over honden praten. Een heel mooie club was het, daar zouden we echt graag nog maar een keer een wedstrijdje zien. Is dat het hoogste niveau of zo, Rampline, als tweede niveau? Goeie vraag. Het hoogste of tweede niveau? Die schommelen daar een beetje tussenin. We hadden de club tonight nog uitgenodigd om een keer terug te komen, maar het was daar ook weer Leiden, want het was bloedheet. Ja. Pauperweek ook weer, maar goed, het was leuk voor tussendoor. Daarna zijn we naar de wedstrijd gegaan, want zoals jullie al aangegeven hadden, kwamen we voor het landenpuntje. Ja. Het was Phoenix, de club Phoenix, die moest voetballen in de Copa Sudamericana. Ja. Weer tegen een Ecuadoriaanse ploeg, Al Nacional. Ja. En ook deze mensen, ook deze club had weer een 40-50 mensen meegenomen. Okay. En die waren mental, die hadden koebellen bij en trompetten en drums, van die met die lage tonen erin. Dus we zaten in een parkje te vegeteren en het was 2 uur voor de wedstrijd en toen waren ze al bezig. Dachten als we hierheen gaan dan laten we het weten. Dus die hebben eigenlijk gewoon vanaf 2 uur voor de wedstrijd tot het moment dat we wegliepen bij Stadion alleen maar zitten trommelen en dansen en springen. Waar ze het vandaan halen weet ik niet, want het was bloedheet. Heb ik het al gezegd trouwens? Nee. Ja, het was echt heel heet daar in de stad. Volgens mij een van de warmste dagen van het jaar. Het stadion trouwens was ook wel een mooie naam. Estadio Parque Alfredo Victor Vieira. Dus we hebben gewoon een paar leuke Spaanse voetballers gepakt en daar de naam van achter elkaar geplakt. Ja. En het was niet het stadion van de club zelf, want die zijn in heel Uruguay maar 5 stadions die floodlights hebben. Okay. Dus elke Copa Libertadores en Conmebol wedstrijd, hoe zeg je het, Sud-Americana wedstrijd, die worden in een van die 5 stadions gespeeld. En de goedkoopste is die van die in het park ligt daar. Ja. En daar werd deze wedstrijd dus ook gespeeld. We hadden er niks van verwacht. De hele tribune zat vol. Ja. Zat helemaal vol. De Barras Bravas liep ook gewoon tussen het gewone volk rond. Oh, gezellig.
Het meest opvallende was dat we de gekke Duitsers die jullie hebben gezien bij Los Andes. En Esfuzes en Huracan. Huracan. Ja, ja. Daar waren die bergs. Ja, ja, die iedereen die elkaar doorsmeren, volgens mij hebben we iets van opgevangen. Ja, ja, ja. Die zijn er voor heel veel lendepoenten te halen. En ja, voor seks gewoon. Ja, laat het gewoon maar zeggen wat. En de sokkenluchten. Wat ze hebben, bij elke wedstrijd dat ik ze heb gezien, hebben ze schoenen uit. Ja. En zitten ze met de sokken in andermans oor te wrijven. Ja, het was dus wel een beetje lucht om de stadion heen. Dus wij dachten inderdaad al, die Duitsers, die zitten er. Ja. Maar we hebben ze in ieder geval niet gezien. Dus het was op zich het eerste hoogtepuntje al voor ja, de wedstrijd. Het voetballen. Ja, er valt weinig over te zeggen. Het leek weer helemaal nergens op. En de kaartjes, hoe ben je aan de kaartjes gekomen? Ja, dat weet jij beter. Volgens mij heb ik een mailtje van jou gekregen. Een pakenballetje nu, zo is ja, heel veel interactie. Nee, je hebt het gewoon ik online. Ik ga ze even terug, ja. Ik heb het drinken pakken. Nee, het is gewoon online. We hebben het gewoon online kunnen bestellen. Omgerekend. Euro of 9. Ja, zoiets. En zelfs een QR-code. Dus dat is heel hip eigenlijk voor hier. Ook opviel, ik had een flesje water bij me, half vol. Moest ik weggooien. Want het was heel gevaarlijk, die kon ik het veld opgooien. Maar daarna liep, nou ik overdrijf niet, zeker 50, 75 man met een zo'n thee. Maté. Maté, dus ja, een thermoskan en een pot waar je. Nou, daar kun je niet meer gooien, inderdaad. Nee, daar kun je niet meer gooien, daar kun je niemand meer raken. Maar die mocht iedereen meenemen, maar een flesje water nee, was veel te gevaarlijk. Nee. Die moest ingeleverd worden. Ja, wat nog meer. Oh ja, nog een ander hoogtepuntje. Wij zaten op een gegeven moment op de tribune. We keken een keer naar rechts en daar zat een mevrouw borstvoeding te geven. Is dat een hoogtepunt? Nou, het was een flinke punt inderdaad. Dus die hebben we ook gevinkt. Volgens mij heeft Ron er ook wel eens een keer. Ja, Ron Koppers heeft ook een keer een borstvoeding gevinkt. Ja, die is ook een keer aan het team geweest. Stelletje perverseling. Ik vind het wel ziek dat jullie er allemaal foto's van maken. Ja. Dat heb ik niet gedaan. Nog even terugkomen. Ja. De Kazak. Ja. Die trouwens volgens mij zit te stijgen, want die zit van elke avond te tinderen. Die zit van te stijgen, dus die vindt alles, al het vlees wat hij ziet, vindt hij mooi. Voor zijn vriendin, haha, het is een grapje hoor. Maar die vinkt er hier ook op los, zelfs buiten de voetbalveld. Is dat een andere app? Ja, de Grindr. Tinder. Nog meer hoogtepunten van het land. Ja, ja, ik had ook nog een eetentje, we moeten natuurlijk ook over het eten hebben, de Civito. Ja, vond je dat leuk? Ik heb het één keer eerder, ik was er niet zo kapot van. Ja, het was afgekoeld, we hadden een goal gezien, de wedstrijd was een 1-0 geëindigd, het was een leuke wedstrijd. Ja. Dus ja, dan maakt het eten niet zoveel meer uit, het was niet heel slecht. Nee, het was best wel goed zelfs. Ja? Ja. Oké, okay, misschien was de plat gemapt gehakt. Ja. Hebben een andere manier bereikt dan normaal. Er lag zelfs groente bij, dus ik heb wortel gezien. En het was op woensdag. Ja. Woensdag gehaktdag. Ah, oké, okay. Die had ik even niet. Goed dat je me even uitlegt. Ja, nou, de beste grappen moeten wel uitgelegd. Ja. Dus lachen gieren brullen hier. Maar die was goed te doen in ieder geval. En de volgende dag zijn jullie naar een pareltje geweest. Ja, dat was Estadio Centenario. Ik kan het niet proberen. Centenario. Estadio Centenario. Dus het stadion waar het WK 1930, een van de drie volgens mij stadions van het WK 1930. Allereerste WK ooit. En ook het stadion waar de finale gespeeld werd. Ja. Toen de tijd nog een capaciteit van 100.000 man. Weet je. Ja, een gigantische bak. Voor Uruguay is het echt een heilige plek, merk je ook wel. Als je vertelde dat je daarheen ging of heen wilde, dan begonnen mensen te lachen. Want ja, daar zijn zij wereldkampioen geworden van het allereerste WK. En uitgerekend. Tegen buurland Argentinië, 4-2 verslagen in de finale. Ja, een mooi museum hebben ze erbij gemaakt. Die ging ook nu over het Olympische Spelen in 1928. Ja. Waar wij in Europa niet zo heel veel geven. Tenminste, praat ik even voor mezelf, ik denk voor jullie ook. Het voetballen op een Olympische Spelen is niet zo heel spannend. Maar hier doen ze daar heel krampachtig over. Ja. Onder andere met het verschuiven van de Superliga wedstrijden. Ja. Maar ook daar museum ingericht over het winnen van de Olympische Spelen in 1928 in Amsterdam. Ja. Een van de vier tribunes van het stadion. Het heet ook Amsterdam Arena, wou ik gaan zeggen. Maar tribune. Dus ja, dat heel veel bekers kun je daar ook zien. Ze hadden ook, ik denk, een replica van de gewonnen WK. Ja, die oude wereldbeker nog. Hè? Ja, die zag heel kek, zag hij eruit. Ook daar in het stadion was het weer bloedheet. Maar je mocht wel overal rondlopen. En het is zoals het stadion van River Plate. La Monumental vrij slecht te fotograferen is. Tenminste, je kunt niet hele kekke foto's maken. Kon je daar, elk hoekje, elk stoeltje, eigenlijk alles was echt schitterend en mooi om te fotograferen. Ja. Dus
als ik nog ooit de wedstrijd in Zuid-Amerika wil zien, dan denk ik toch wel dat ik terug ga naar Uruguay. Niet voor de stad, nee. Niet voor het land, maar echt voor dat stadion. Okay. Een wedstrijd zien lijkt me wel het ultieme. Ja. En vandaag, de dag is al bijna om. We zijn over de helft. Nou, ik wil nog één dingetje uitlichten daarover Uruguay. Het is één grote scam-omgeving. Ze proberen overal het pootje te lichten. Dat is een goede reclame voor Uruguay. Ja. Vanaf staantribune. De taxis die vragen gewoon, het was 138 piffen. En ze zeiden 1380. En na heel veel schelden over hem. Ja, schelden. Op zijn Nederlandse scheldwoord vlogen we wel een beetje langs. Zei hij, no, de nul die telt er niet bij. Het was toch maar 138. Mm-hmm. Nou, die Fransen hebben twee keer meegemaakt. In het hotel mochten we om 11 uur inchecken. Nou, ik denk dat we tot 1:30 hebben zitten wachten. Ze proberen overal een slaatje uit te halen. Als we het bijbetaalden, mogen we het weer eerder. En het is veel matigheden daar. Dus, De VVV van Uruguay gaat dus niet meer sponsoren. Nee. Helaas. Hey, wat gaan we, want ik zie dat de batterijen bijna op zijn. Voordat straks de hele podcast wegvalt. Wat gaan we vandaag doen? We hebben vanavond een wedstrijd. Een uurtje ten zuiden van Buenos Aires. Ja, waarschijnlijk is goed kunnen brouwen. Ja. Quilmes. Quilmes tegen Tigre. Ja. Dus daar de oudste voetbalclub van Argentinië. Ja. Ooit opgericht door Britten. Dus er zitten leuk verhalen. En ik heb gehoord met uitsupporters. Ja, dat is ook alweer ontkracht helaas. Gisteravond een tweet gekregen van een Quilmes-reporter die toch aangaf dat het dat ze niet zouden zijn, helaas. Okay, dat is jammer, want we hadden inderdaad in het begin gehoord dat het uitfans zouden zijn. Ja, daar kijk je natuurlijk wel naar uit. Want we hebben tot nu toe uitfans gezien op het vierde niveau, dan zitten er maar een paar en dat stelt niks voor. En we gaan straks, je hebt ze in de Copa Sudamericana gezien, daar gaan we ze ook zien, maar nu dacht ik echt, Tigre ligt net aan de noordkant van de stad, die neemt veel volk mee, maar ja, dat gaat niet gebeuren. Nee. Maar ik denk dat het wel een leuke club is, Quilmes. Ja. Ze worden de bierbrouwers genoemd, want eigenlijk het Heineken van Argentinië heet Quilmes, tot ik daar gebrouwen. Alleen nadeel is, we zouden er in het park gaan barbecuen en een beetje relaxen, alleen het regent hier nu. Ja, echt kut weer hier. Ja, het of veel te heet of het regent. Het is eigenlijk gewoon, wij willen 23 graden en geen een paar wolkjes en daar is het. Een heel klein beetje wind, vind ik ook nog wel lekker. Ja, en dat willen we. Die hebben we afgelopen week hier maar dat is te veel gevraagd. Ja, oké. Dan zal ik de wind laten liggen. Ja. Oké, nou we gaan meemaken en we zullen er morgen... we hebben lezers, lezersvragen. Ja. Ik had er één naar jou gestuurd. Zal ik hem even opnoemen? Ja, noteren. Hoe heb je hem? Je hebt via de app of zo. Ja. Lekker hip. Lezersvragen. Even kijken. Dit is geen lezersvraag. Wil je me 10 euro betalen voor het ontbijt? Is dat de lezersvraag? Oh, wacht hier. Ja. Nee, maar die hebben we al behandeld. Even kijken. Oh ja, ik heb hem. Voor in de podcast, van die shirts. Wat betaal je voor een shirt? Bijvoorbeeld. Oh, sorry, die. Die middelste Adidas Originals van River Plate. Ja, wat we al zeiden, ze kennen de prijs daar wel. Die gaat ver boven de 100 euro. Dus het zijn geen koopjes daar. Ik heb er eentje van wat ik zei, het is straks al van River, dat het over de 1000 euro ging. Dus dat het zal ergens tussen de 500 en 1000 euro zijn voor dat soort shirts, schok ik zo. Ze zijn wel originals. Ga je gewoon naar de clubshop, hè? Die zijn bijvoorbeeld, noemen ze bij Newell's Old Boys geweest. Daar koop je een authentiek shirt, een wedstrijdshirt van nu, zeg maar, van dit seizoen 1920 voor 40 euro. Tussen de 40 en 60 zit het een beetje, ligt er een beetje per club aan. In de grote clubs zijn ze iets duurder, maar zoiets zal het zijn, zeg maar. Dan moet je even nagaan dat een gemiddelde Argentijn verdient 150 euro netto per maand. Dus als je vergelijkt de Nederlandse standaard, betaal je maar 1000 euro voor een shirt voor die vergeleken met salaris. Dus je ziet heel veel Argentijnen lopen ook in een nep shirtje rond. Ja. Die op de alle kraampjes, bij de meeste clubs rondom het stadion staan kraampjes waar je al voor 7, 8 euro een fake shirtje koopt. Dus dan moet je ook niet aan de kwaliteit, een beetje H&M kwaliteit, je kunt hem 3 keer dragen en weggooien. Maar je kunt dus goedkoop allemaal een shirtje komen. Als laatste, want dan gaat hij echt leren, ik heb een voetbalinhoudelijke vraag gekregen. Ah. Maar die wij misschien wel uitleggen, want ik snap er helemaal geen pepernoot van. Hoe werkt het competitiemodel in de Superliga? Met name bijvoorbeeld over meerdere jaren punten tellen. En dat zit dan volgens mij in de degradatiestrijd. Weten jullie dat? Ja, ze doen de laatste 3 seizoenen worden meegeteld. Dus dit seizoen en de 2 daarvoor. Dan delen ze het door het aantal wedstrijden.
En zo kom je aan een gemiddeld aantal punten. De drie die dit jaar onderaan staan, qua gemiddelde punten, dus ja. Het is niet degene die nu laatste staat. Nee. Kan wel dat die erin zit, maar hoeft niet. Als je twee goede jaren hiervoor gehad heeft, hoef je zich niet druk te maken. Ja, dan hoef je geen zorgen te maken. Dus sommige clubs weten nu al, als ze dit seizoen slecht draaien en het vorige seizoen, dan heb je vorig seizoen een probleem. Dan moet je kampioen worden. Ja, heel goed presteren. Dat is ook het probleem wat River Plate gehad heeft. Ja, nou ja, het is eigenlijk bedoeld om de grote clubs te beschermen. Een grote club heeft één minder jaar. Maar geen drie mindere jaren was het idee. Dus ze hebben dit in het leven geroepen. En nadien is Rieper gedegradeerd en Independiente. Ja. Waardoor nu Boca de enige nog is die nooit is gedegradeerd. Maar ja, het maakt allemaal heel complex. We moeten hier eigenlijk gewoon 18 teams. Drie degradanten uit en thuis en geen flauwekul. Maar alles is hier, hoorde het gisteren weer van Remy en Thomas. Alles wordt moeilijk gemaakt. Alles is hier, wordt hier moeilijk gemaakt. Ja. Iedereen heeft politieke belangen erbij. Ja, ja. Om het zo ingewikkeld mogelijk te maken, want dan kun je er een beetje mee gaan spelen en zo. Dus ja, dat is een beetje het idee. Ja, het is eigenlijk vrij simpel, want je kunt vergelijken met de UEFA coëfficiëntenlijst. Dan gaat het over meer. Ja, dat is een goede vergelijking. Ja. Dus het is niet zo heel de moeilijk, is iets anders, maar het is vooral de politieke lading die ervan ligt. Boca, Rieber, die hebben zoveel in de pap te brokkelen dat zij eigenlijk bepalen hoe alles eruit ziet. Dat is een beetje het, ja, dan zijn ze er zelf een keer slachtoffer van geworden uiteindelijk. Maar omdat ze inderdaad de twee slechte... Die balkaast voor een ander. Ja. Hele mooie vorm. Ja. Nou, volgens mij hebben we dan alle vragen, of niet? En dan gaan wij zo lekker bier drinken bij Kilmes. Ja. Tot morgen. Adios. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Als je meer van dit soort verhalen wilt horen, abonneer je dan op onze podcast. Voor meer informatie over onze abonnementen, boeken, merchandising en prachtige verhalen, verwijs ik je door naar staantribune.nl.